Ik was zo geschokt. Ik begon gewoon te huilen. Ik had een trilstem. En het is me zo lang bijgebleven. Dit is ook een van de redenen dat ik het heel lang niet wou vertellen op social media. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik voor jullie weer een storytime. Dit was namelijk heel erg veel aangevraagd en afgelopen zomer is er best wel iets heftigs gebeurd. Ik heb dit nog nooit echt op social media gedeeld omdat ik het best wel persoonlijk vond en het een beetje moeilijk vond om te delen. Maar ik heb er toch voor gekozen om het te delen en dat ga ik vandaag doen door middel van een storytime. Vind je de video nou leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren. En let's get started! Vandaag ben ik voor jullie weer een storytime en in deze storytime ga ik het hebben over de valse beschuldiging die ik kreeg van diefstal in Frankrijk. Afgelopen zomer is er namelijk best wel iets heftigs gebeurd en dan denk je misschien beschuldiging van diefstal, nou ja oké. Maar er is zoveel bijgekomen en hoe het uiteindelijk afgelopen is, daar ben ik echt fingers crossed mee weggekomen. Ik heb dit verhaal nog nooit echt via social media gedeeld of via de camera, omdat ik afgelopen zomervakantie ook niet gevlogd had. Dus er was ook niet echt een reden dat jullie erachter konden komen wat er gebeurd was. Maar ook was het zo dat ik het allemaal gewoon... Ik was er zo erg van geschrokken. Ik weet niet, maar er gingen zoveel scenario's door mijn hoofd op dat moment. En dan ga je straks ook wel achterkomen wat er allemaal gebeurd is. Maar ik hoop in ieder geval dat mochten er mensen zijn die ooit hetzelfde probleem krijgen in het buitenland, dan hoop ik in ieder geval dat je met deze video misschien er wat makkelijker vanaf kan komen. Of in ieder geval hier wat aan hebt gehad. Of alerter kan zijn. Of iets in die richting. Ik hoop in ieder geval dat ik hier mensen mee kan helpen. En jullie sowieso allemaal even een extra aandachtspuntje kan geven. Ik ga vandaag zo goed mogelijk mijn best doen om het verhaal aan jullie te vertellen. Dus laten we snel maar beginnen. Afgelopen zomer was ik 3 weken op vakantie naar Sainte-Maxime. En dit is een plaats in Zuid-Frankrijk. En wij zaten hier in een chambre d'eau. Allemaal super geregeld. Wij zijn hier al veel vaker geweest. Dus eigenlijk was de hele vakantie wel top. De plek waar we altijd naartoe gaan in Zuid-Frankrijk is altijd super lekker weer. Het is altijd 30 graden, volop zon. Je zit daar dicht bij zee, dus eigenlijk is alles perfect. In de 2e week van onze vakantie waren er 3 dagen voorspeld waarin het slecht weer zou worden. En dit was ook zo. De eerste dag werd het namelijk heel erg bewolkt, maar kon je eigenlijk nog wel prima aan het strand zitten. Alleen werd het op een gegeven moment wel een beetje koud, doordat het ook wat ging waaien en... Het was gewoon niet helemaal chill. De tweede dag was het eigenlijk precies hetzelfde. Alleen werd het toen alleen nog maar kouder. En was de zee ook heel erg afgekoeld. Was het heel erg hard gaan waaien. En kon je eigenlijk niet meer aan het strand zitten. Toen bedachten wij ons die tweede dag 's avonds van... Nou, kunnen we anders morgen die 3e dag dat het slecht weer is misschien naar Nice gaan. Dat is namelijk ongeveer een uurtje rijden van Sainte-Maxime denk ik. Ik weet niet meer precies. En dan kunnen we daar even de stad bekijken, eventueel wat leuke dingetjes kopen, want je hebt daar ook wat warenhuizen, wat bekende winkels. Dus we dachten, laten we gewoon naar Nice gaan, want aan het strand zitten met slecht weer, daar heb je ook niks aan. Zoals gezegd zijn we de volgende morgen naar Nice gegaan. We zijn redelijk vroeg vertrokken, zodat we eigenlijk de hele dag in de stad hadden. We wisten ook niet hoe druk het daar was, dus we gingen gewoon vroeg weg. Toen we in Nice waren aangekomen, gingen we eigenlijk gewoon lekker een kopje koffie drinken. We gingen even wat lunchen. We gingen de stad in. Eigenlijk verliep de hele dag prima. We hadden wat leuke kleding gekocht bij wat winkels. We hebben wat leuke Insta-foto's gemaakt op een groot plein. En op een gegeven moment waren we aan het lopen en toen zag ik een groot warenhuis. En toen dacht ik van, zullen we daar anders in gaan? Dus ik stelde het voor aan iedereen. Iedereen zei, ja, is goed, leuk, gezellig. Want je had daar superveel make-up, kleding, parfum. Eigenlijk had je daar gewoon van alles. En ik vind dat zelf altijd heel erg leuk om te kijken. Mijn zusjes ook, mijn ouders ook. Dus we besloten om daar naar binnen te gaan. Ik was trouwens iets vergeten te vertellen. Maar de dag dat wij naar Nice gingen had ik een handtas meegenomen. En dat was deze tas. En het is eigenlijk gewoon een basic handtas. Ik heb hem er even bijgepakt. Maar zoals je ziet heeft deze tas geen rits. Nou, hier wel een rits en hier wel een rits. Maar dit zit eigenlijk dicht met een knoopje. Mijn moeder en ik liepen naar de kassa toe. Wij betaalden 2 shirtjes. En liepen samen met mijn vader en mijn zusjes richting de uitgang. Toen wij richting de uitgang liepen, maakte ik een snapvideo met... Jongens, ik heb nieuwe shirts gekocht. Ze waren in de uitverkoop, dit, dat. En dit doe ik wel vaker, dit soort snapvideo's. En die stuur ik dan gewoon naar vrienden van mij. Omdat we dat eigenlijk allemaal na elkaar doen. En dat is gewoon leuk, weet je wel. Om elkaar even een beetje op de hoogte te houden. Op het moment dat ik die Snapchat aan het bewerken was, dus ik was er tekst bij aan het typen, liep ik door die alarmpoortjes heen naar buiten. En toen ineens ging het alarm af. En mijn ouders en zo, die keken ook allemaal op van, hoezo gaat dat alarm af? Maar goed, wij dachten, nou, is vast wat verkeerd met dat alarm. Dus ik liep gewoon naar de winkelbalie toe en legde in mijn beste Engels uit dat het alarm bij mij afging en dat het waarschijnlijk in die shirtjes zat die ik net gekocht had. Nou ja, dat snapte die vrouw allemaal nog, want ik kan niet goed Frans. Fransen kunnen niet goed Engels, dus communicatie is sowieso altijd een beetje slecht. Maar goed, ze snapte wat ik bedoelde. Ze haalde het nog een keer door dat alarmding heen. Toen vervolgens liep ik weer richting de uitgang en dacht ik, nou, nu is dat alarm eraf. Gaat het alarm weer af? Dus ik denk van, wat is dit nou? Dus die medewerker komt naar mij toe van, hoezo werkt het nog steeds niet en zo. Ze was aan het praten in het Frans, ik snapte niet wat ze bedoelde. Maar het was wel duidelijk dat het alarm afging omdat ik wat had, wat ik niet betaald had blijkbaar. Toen vervolgens zei ze tegen mij, geef dat tasje even aan mij. Dus ik gaf dat tasje aan haar. Toen moest ik met mijn eigen tas en mijn eigen kleding aan, ik had geen jas aan, door dat alarmbordje. Toen ging hij weer af. Dus ik schrok echt. En ik heb op dat soort momenten, ik raak dan echt in paniek. Want ik haal allemaal scenario's in mijn hoofd. En dat is echt het slechtste wat je moet doen. En al helemaal als je in het buitenland bent, dan, ik versta die mensen niet. Die mensen verstaan mij niet. Dus ik werd helemaal rood. En die vrouw die dacht echt dat ik wat gejat had. Of dat ik echt wat verkeerds had gedaan. Maar ik had serieus niks gedaan. Dus die mevrouw zei tegen mij, nou, geef even je eigen tas aan mij. Of in ieder geval, dat maakte ze duidelijk met handgebaren, want ik snapte het niet eens. Want ik was echt zo geschokt. Het was zo raar. En ik gaf mijn eigen tas aan haar. Toen liep ik er doorheen. Niks aan de hand. Geen alarm wat afging. Dus ik denk, dan zit het in mijn tas. Maar ik had die dag verder, ik had wel dingen gekocht, maar dat zat niet in mijn handtas. En die andere tas waar die kleding in zaten, had mijn moeder of mijn vader of mijn zusjes vast. Ik had dat niet vast. Dus het zat in mijn tas. Dus die vrouw haalt mijn tas door dat alarmding heen. En hij begint te piepen. En ik word helemaal... Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik werd zo rood. Ik schrok zo erg. Ik dacht echt, wat heb ik gedaan? En wanneer zoiets gebeurt in Nederland, dan denk je nog van, oké, weet je, dit leg ik gewoon uit. Dan is het gewoon makkelijker, weet je wel. Je kan in ieder geval met die mensen communiceren. En hier, ik kon niet met die mensen communiceren. Die mensen snapten mij niet. En sowieso zijn Fransen wel vaak wat minder aardig tegen toeristen. Dus die vrouw werd ook helemaal boos en ze keek me super eng aan. En toen op een gegeven moment liep ze dus met mij met mijn tas naar de winkelbalie toe. En ik dacht echt van, wat gaan we nu doen? Want ik had serieus niks verkeerd gedaan. Dus zij begint mijn hele tas leeg te halen. Zit er, jongens, ik ga het jullie laten zien. Je hebt mijn tas. Nou, er zaten gewoon wat spulletjes van mij in. Volgens mij zat er een zonnebrand in, mijn zonnebril zat erin. Een powerbank zat erin, met een lader natuurlijk. En nog wat random dingen zaten erin, volgens mij deo en nog wat. Maar toen zat er hier, in mijn tas, een pakje parfum. Het was een parfum van Dior, best wel een hele dure. En die zat ineens in mijn tas. En ik weet nog steeds niet hoe dat kan. Of in ieder geval, daar ben ik later achter gekomen. Maar het was serieus zo raar op dat moment. Ik kon wel gewoon neervallen. Die vrouw haalde dat uit mijn tas. En het leek serieus alsof de hele wereld onder me wegzakte. Ik dacht, hoe kan het? Ik werd helemaal gek. En mijn ouders keken me ook aan van, nee, dit zou jij nooit doen. En mijn zusjes waren ook zo van, wat gebeurt hier? En we waren allemaal confused. En ik werd zo rood. En ik ging helemaal trillen. En ik kreeg een trilstem. En toen kwam dus de winkelmanager erbij en dit was een meneer. En die stond daar samen dus met die mevrouw van die balie die mij geholpen had met dat alarm en zo. En die dus mijn tas ook mee had genomen. En die man zei tegen mij, kom maar even mee. Of in ieder geval, hij wenkte mij van hier meekomen. Toen nam hij mijn tas mee, dat Dior-luchtje. En we moesten praten. We zaten daar aan een tafel. Het was gewoon een bureau. En ik probeerde gewoon, zeg maar, ondanks dat het zo... Ik werd helemaal gek. Ik probeerde er gewoon een snap van te maken. Of in ieder geval een foto. Zodat ik later, mocht er hier heel veel verkeerds uitkomen, ik in ieder geval bewijs had dat ik daar had gezeten. Want het kan ook zo zijn dat Fransen het ineens ontkennen. Of dat er iets heel raars gebeurt. Dus ik probeerde gewoon een foto te maken. Maar door alle stress, ik kon het gewoon niet. Ik durfde die telefoon niet eens aan te klikken om te kijken hoe laat het was. Ik weet niet, maar het was serieus zo raar. Toen zat ik daar dus aan het bureau en ik zat daar samen met mijn vader. Want mijn moeder en zusje zaten er dus ook bij. Maar toen vroeg ze of die misschien even daar buiten dat hokje wilde wachten. Dus die wachtte daar buiten. Toen moest ik met hun praten. En die man begon eerst heel erg raar tegen mijn vader te praten. En wij verstaan hem niet. Maar hij begon echt te praten alsof ik het fout had gedaan. Alsof ik dat in mijn tas had gestopt. En alsof het mijn fout was. En alsof ik... Hij zei in ieder geval dat ik het fout had gedaan en dat ik dat had gestolen en dat mijn vader daarop had moeten letten. Hij werd helemaal boos op mijn vader en ik zat daar alleen maar van, ik heb dit niet gedaan. Toen vervolgens hebben wij een hele tijd met die man gepraat, maar de communicatie lukte gewoon niet. Omdat Wij spreken Nederlands, Engels en Duits lukt ook nog wel, maar wij spreken geen Frans. En zij spreken helemaal geen Engels, dus het kon gewoon niet. Nadat we dus een tijd met die meneer gepraat hadden, oftewel de winkelmanager van dat warenhuis, kwam er politie bij. Maar in Frankrijk zijn politiemensen niet zo snel of zo. Ik weet niet wat het is, maar het duurde serieus een half uur tot 3 kwartier voordat die mensen daar waren. Dus wij hebben daar zitten wachten tot die mensen kwamen. En ik was zo geschokt. Ik begon gewoon te huilen. Ik had een trilstem. Alles. Ik voelde gewoon alles onder me wegvallen. Het was serieus echt een van de engste en raarste dingen wat ik ooit heb meegemaakt. Toen kwam dus de politie en toen hebben we door middel van serieus Google vertalen dingen uit proberen te leggen. En het enige wat mijn vader zei was: ik weet dat jij het niet gedaan hebt. Dat zei hij tegen mij. En ik zei ook van: ik heb dit echt niet gedaan. Luister alsjeblieft. En mijn ouders geloofden mij wel gewoon. Want mocht ik ooit liegen, dan zien ze dat ten eerste direct. En ten tweede, ze weten allemaal dat ik nooit tot zoiets in staat zou zijn. Ik vind het sowieso vreselijk als mensen stelen. Maar ik zou dat zelf ook nooit kunnen, omdat ik kan dat gewoon niet, weet je wel. Ik zou helemaal gek worden als ik dat zou doen. Dus ik kan dat gewoon niet. En dat wisten mijn ouders ook. Dus mijn vader was alleen maar van, nou ja, misschien is het in haar tas gevallen. Is het er op een andere manier ingekomen, maar het is in ieder geval niet expres gebeurd. Toen heeft mijn vader met Google vertalen en alle andere hulpmiddelen proberen te vertellen van, mogen we de camerabeelden zien? Of kunnen jullie camerabeelden zien? Nou, toen hebben ze dus alle camerabeelden opgehaald en dat duurt heel erg lang. Dus daar hebben we ook echt een hele tijd op moeten wachten. Maar omdat er politie bij was, ging het toch sneller dan dat het normaal zou gaan. Toen hebben ze serieus uiteindelijk op camerabeelden gezien dat mijn tas dus op die tribune stond waar ik die shirts aan het checken was. Dat rek daar stond. Toen is er iemand langsgelopen en ik weet nog steeds niet of het expres is gebeurd of per ongeluk. Maar toen is er een flesje Dior parfum in mijn tas gevallen. In mijn tas. Mijn tas heeft waarschijnlijk, ik weet het niet zeker, zo gestaan en dat is er zo ingevallen. En nog steeds tot op de dag van vandaag weet ik niet of die meneer, het was namelijk een meneer, hem erin heeft geduwd. Het per ongeluk heeft gedaan. Ik weet het niet. Maar dat Dior parfum is in mijn tas gekomen. Nou, dan denk je misschien, nou, ze hebben bewijs. Ik heb dat niet gedaan. Klaar, mag ik weg? Nee, dat mocht niet. Ik moest namelijk eerst kunnen bewijzen dat ik die meneer niet kende. En dat ik nog nooit in contact was geweest met hem. Maar goed, hij was Frans, ik was Nederlands. Die man was al lang weg. Dus hoe wouden ze dat checken? Toen had ik heel veel gepraat en op een gegeven moment moest ik ook huilen. Dus die mensen zagen ook echt wel dat ik gewoon echt onschuldig was. En ik er zo erg van geschrokken was. En toen zeiden ze ook van, nou ja, jullie mogen wel gaan. Want we hebben ook die camerabeelden gezien. En meer dan dit kunnen we er nu niet aan doen. En nog steeds was het communiceren. Het was echt heel moeilijk. Omdat het werkte gewoon niet. Als je Nederlands bent, oké, kun je met elkaar praten. Maar het werkte gewoon niet. Het was echt in gebrekkig Engels vanaf hun kant. Gebrekkig Frans vanaf onze kant. En dat moest maar samenkomen. En dan, het maakte het allemaal nog zoveel moeilijker. Toen, nadat we daar denk ik alles bij elkaar 3 uur hebben gezeten, mocht ik eindelijk weg. We liepen de winkel uit en ik was zo geschokt. Ik weet nog dat ik 1 stap buiten de winkel deed en ik zo hard begon te huilen. Want ik was zo bang dat er geen camerabeelden zouden zijn. Of dat het op een andere manier zou zijn gegaan. En dat ik gewoon, ik weet niet, een strafblad kreeg of een boete kreeg. Ik was zo bang. Het was echt, als ik daaraan terugdenk, ik kan gewoon daar een paniekaanval gewoon weer om krijgen. Ik was zo bang. En als je dit nog nooit hebt meegemaakt, dit is ook niet iets wat je dagelijks meemaakt of wat je mee moet gaan maken. Echt, ik raad het niemand aan en ik wil ook niet dat het iemand weer overkomt, want je kan er niks aan doen. Maar het was serieus, ik weet het niet, maar het was, oh nee. Maar goed, uiteindelijk mocht ik dus weg. Maar doordat dat allemaal zo chockerend was, zijn we ook direct naar huis gegaan. We hebben daar ook niks meer gegeten, omdat ik zo verdrietig was. Ik was zo geschokt. En mijn ouders waren ook echt van, wat is hier zojuist gebeurd? En zijn we geflasht door die winkel? Was het echt iemand die het met opzet deed? Per ongeluk? We weten het gewoon niet. Ondanks dat wij daar 3 uur hebben gezeten, hebben we ook nooit een excuses gehad van het warenhuis of iets anders. Want het was gewoon zo van, nou ja, we kunnen er niks meer aan doen. Ga maar weg. En het is me zo lang bijgebleven. En dit is ook een van de redenen dat ik het heel lang niet wou vertellen op social media. Of in ieder geval sowieso direct niet. Omdat het voelde gewoon zo dicht bij de afgrond. Snap wat ik bedoel? En ik blijf maar op hetzelfde terugkomen. Dat ik er zo geschokt van was. En dat ik er zo van geschrokken was. Maar Het is ook gewoon zo. En als ik er nu aan terugdenk, ik zie alles gewoon nog voor me als de dag van gisteren. Met deze storytime wil ik absoluut niks bedoelen. En wil ik ook niet Franse warenhuizen belachelijk maken of in een slecht daglicht zetten. Absoluut niet. Maar wat ik jullie wel wil meegeven is, probeer echt altijd uit de problemen te blijven in het buitenland. En hier kon ik dan echt helemaal niks aan doen. Maar let gewoon altijd goed op en wees vooral alert op je eigen spullen dat daar niks mee kan gebeuren. En laat dus nooit zomaar ergens je tas staan. Ik hoop dat ik jullie wat mee heb kunnen brengen met deze storytime. En ik vond het in ieder geval heel erg fijn om dit eindelijk dan aan jullie te kunnen vertellen. Vond je de video nou leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!